heren, goedemorgen. Hier op Budo on Ice 2011, de tweede editie. Heel lang hebben we weer gezocht naar goede sponsoren, goede medewerkers om dit jaar een nog groter en een nog mooier spektakel te kunnen maken. Met trots kijk ik momenteel op wat hier gaande is. Je ziet de inspanningen die afgelopen dagen, maar ook afgelopen weken en maanden geleverd zijn door alle betrokkenen hier. Op de markt, rond de markt, ook buiten de markt, kunnen we nu al zeggen dat ook ten opzichte van vorig jaar, hè, waar het ontstaan is met een klein baantje, dit al uitgegroeid is tot een prachtig evenement en wat de komende 5 dagen nog veel mooier gaat worden. Ja goed, dan is nu het moment aangebroken dat we de baan officieel gaan openen. Dus ik geef het woord even aan Erwin, ja, om de baan te openen. De zandbaan is nu geopend! Schat, jongens, stop nog met het schatsen. Ja, absoluut. We hebben vorige keer inderdaad heel ad hoc inderdaad binnen 2 weken alles georganiseerd en geregeld. Ja, toen kwamen we erachter dat de schaatsbaan die we hadden liggen, omdat het toch een kunststofbaan is, wat stroever was. De schaatsen waren niet scherp. De baan lag niet helemaal mooi egaal. En dat zijn dingen die we afgelopen jaar wel geleerd hebben. En we zijn gisteren de hele dag bezig geweest om een beetje te egaliseren, om een betere fabrikant te zoeken voor de schaatsbaan. En de kinderen hebben net geschaatst en we moeten zeggen dat daar in ieder geval al heel wat vooruitgang in is. Ja, ik denk dat Budo on Ice geslaagd is dat als we een klein beetje de weergoden mee hebben en als dat we alleen maar stralende gezichten op de schaatsbaan zien, dan is Budo on Ice voor ons geslaagd. De mensen het gevoel van doen pakken krijgen.